welkom verder bij deel 2 van mijn dagboek. Vandaag wilde ik rustig All You Need Is Love kijken. Maar ja, dat ging niet. Want wie kwam daar plotsklaps binnen? Dat hoor je in het tweede deel. Kerst. Kijk maar aan het zoutje. Nou, kijk eens Brian, ik heb toch heerlijke kerstkoekjes voor je meegenomen. Dat vind je toch altijd zo heerlijk. Kerstkoekjes. Ja, kijk. Oh, kijk, dit is lekker toch? Allemaal voor jou. Wat is er Brian? Huh? Waarom zit je nou zo te huilen? Ik had een hele goede vriendin van me uitgenodigd. Ik dacht, ik ga wat oefenen voor kerst. Ja. Toen kwam ze hier en toen wilde ik haar iets lekkers aanbieden dat ik voor kerst had gekookt. Want ik wilde alvast oefenen voor de kerst. En toen zei ze, dat is helemaal niet lekker, het is aan de pakken. Nou, maar weet je wat? Dit is nog maar zo weinig voor kerst en ik weet niet wat ik er tegen moet gaan doen. Nou, weet je wat Brian? Vorig jaar was ik naar een kerstshow geweest. Wat? Ze kunnen nu ook naartoe gaan, naar een kerstshow. Een kerstshow? Ja. Ja, dat heb ik echt. Dat is hartstikke leuk, joh. Leuke zangers. Ja, leuk aangeboden. En alles in de kerstsfeer. Leuk aangeboden. Kom mee, joh Brian. Maak er zeker weer van op. Nee, laat me naar All You Need Is Love kijken. Nee, Brian. We gaan lekker naar de kerstshow. Ik heb ook nog allemaal liefde op de tv. Ik zit hier alleen maar te huilen. Ik heb helemaal geen liefde. Nou, kom Brian. Ik heb een idee. We gaan naar de kerstshow van de Intratuin. En er komt nog wel wat leuks op je pad. Dus kom maar mee. Leuks? Ja, als je meekomt, dan even zou je het vanzelf zien. Moet ik even een koekje hier leggen en dat zo. Ja. Ja. Koekjes. Oh, auw. Ja, oké. Okay. Dus kom maar gezellig mee, joh. Ja. Dan gaan we lekker naar de kerstshow. En ik heb nog wat voor je geregeld, dus kom maar. Wat is het hier mooi, maar het komt me wel erg bekend ja, voor. Ja, leuk toch? Leuk idee, hè? Maar ben je hier eerder geweest? Nee, ik ben er nooit eerder geweest. Dat was de laatste keer, dus. Het lijkt. Nee, joh. Helemaal niet. Oh, dit is ook zo leuk. Oh, oh sorry mevrouw dat ik hier in de weg stond. Oh, die wil ik me ook meenemen. Van Brian. Ja? Ik heb nog iets voor je geregeld. Wat dan? Een kookcursus. Waar? Met Victor Di Creati. Oh, wat leuk! Italiaan. Oh, wat leuk! Dan ga je echt leren koken. Oh, dank je! Oh, graag gedaan, Brian. Dank je. Oh, maar die is ook leuk, hè? Oh. Ja, enig. En dat blaadje hier, kijk, is een echt mooie. Ik kan echt niet kiezen. Ik ook niet. Maar kom, maar we gaan toch even verder. Deze kant op. Dagje uit. Zo leuk. Oh, geweldig. Ja. Oh, dat lijkt me ook lekker. Ja. Het is toch niet duur? Koop je, het is nog een euro. Oh, dat gaat. Ja, dat zou wel leuk zijn, hè? Maar het is een euro. Oké, meenemen. Nou, dan gaan we weer lekker alleen. Lekker dan. Moet ik de kookcursus helemaal weer alleen gaan doen met die Victor Dekroop. Abeliet, maar ik ben niet hier, hè? Ik ben gekomen. Ik moest nog even mijn boodschappen doen. Ik heb de degen. Heb ik alvast een beetje voorbereid. Hallo. Is dat die kwam die hiervoor staan? Ik ben Victor Di Creati. Ja. Jawel, ik heb hier zo een mooie degen gemaakt. Hallo, de labraaien. Je hebt hier een mooie kookcursus. En vandaag gaan we lekkere krentenbollen maken. En dat is dit ding? En hoe we dat gaan doen... Eens kijken,
Die moet weg eerst. Je moet eerst met de handen. Ik zal laten zien. Je moet eerst deze pakken zo. Lekker de handen in kneden. Goed kneden. Dat het een beetje meer hier in de handen, vorm komt. Hier, ja, je moet het goed doen. Echt niet doen. Jawel, dat nee, moet ga ik echt niet doen. Nee, dat moet je nu doen. Anders heb je geen lekkere eten. Dus doe dat maar labraaien. Lekker erin. Lekker kneden. Nee, meer kneden zo. Dat moet meer met gevoel, meer met passie, meer met liefde. Ja, is het nu al goed? Dan wat beter op. Nog een klein beetje meer, hè? Ja, is nu goed. Dat gaat er goed. Dat moet met gevoel en beleid. Met beleid. Dat gaat al een stukje beter. Goed gedaan. Dat is al een stukje mooier. Dan gaan we nu verder. Ik heb de spanen, de roeren spanen. Nog verder? Dat moet nog inderdaad nog een beetje meer. De lucht moet er nog een beetje lekker. Dat het een heerlijke degen is. Wat we nu gaan doen, is een lekkere flinke roeren. Ik zal voorbeelden geven. Zo moet je doen, goed roeren. Geef maar weer omheen. Is goed, ga nu op gevoel, moet u roeren. Iets meer passie erin, gaat goed, gaat beter. Goed gedaan, labraaien, ja, dat doe is dat helemaal maar niet. Mooi. We gaan nu even kijken. Oh, dat ruikt al lekker, moet je ruiken. Lekker de degen. Het ruikt al lekker, ja. Gaan we nu even laten rijzen, de degen gaan we laten rijzen. Ja. Ik ga nu even naar mijn oma toe. Ja. Naar mijn oma, dan gaan we even deze lekker in de oven, even lekker laten versmaden. En dan kom ik zo weer terug braaien. In de tussentijd kan je hier zo lekker even in de keuken kijken. Ja, dat is goed. Ik kom zo terug. Ja, ga dan maar, doei! Wat is die man fantastisch, serieus. Als elke kok zo is, nou, echt zo, Brian, bravo. Ik denk echt zo van, serieus, moet het echt op deze manier? Ik bedoel, ik ga deze kookcursus. Ik ben weer terug. Hi. Hallo. Ik heb al een beetje voorbereid. Oh. Ik heb al iets voorbereid. Mijn oma was zo lief geweest. Die heeft al wat afgebakken. Ik zou even laten maar, wacht zien even. Wat jouw we nu hebben maar, gemaakt. Wacht even. Ik mag even iets vragen? Ja. Dus het deeg dat ik heb gemaakt, is niet het resultaat wat we nu zien. Ja, maar dat weet niemand. Kijk hier, oh. Dit is een lekkerde resultaat. Maar ik wil toch mijn eigen deeg toch proeven? Dit is je eigen deeg. We zitten nu live in de studio. Als je dit ook wil doen, een lekkere kookcursus, bel dan 6 en 5 en 5 en 4 en 3. Mm. Hoe smaakt de lekkere? Is het lekker op de tong? Mm. Goed, lekker. En gaan even proeven. Even proeven of gelukt is. Serieus? Bonnetje, nee, het hele bolletje. Bonnetje, man. Dit is goed gekeurd. Het is veel lekkerder. Nog heel lekker. Brian, goed gedaan. Ja. Bellissimo. Je hebt mooi gemaakt. Heerlijk met gevoel. Tot de volgende keer, Brian. Ik zal de volgende keer nog een lekker receptje maken, weet je wel. Dan gaan we nog eens even een keertje doen. Ik zie je weer, tot snel. Nou, doei. Godkleren. Ja, jullie hebben dit allemaal bedacht, hè? Jullie daar, hè? Jullie. Maar nee hoor, ik moet het weer doen. Godkleren, zo, ik wil je echt weg. Ik ga Duncan bellen, ik krijg migraine. Ik krijg me die migraine aan van... Hi Duncan, met mij. Als je nog een keer een leuke kookcursus hebt, ik vond het fantastisch. Maar één ding wil ik wel anders hebben, de kok. Die was zo fantastisch, echt verschrikkelijk. Oh, wacht even, hij is hier even. Ik ben hier. Hij is hier. Wacht even, één moment, Duncan. Ik wil één ding nog even tegen je zeggen. Doe niet zo fantastisch. Oh, mamma mia, wat is dit? Ik wil helemaal gek hier. Ik ga sneller daar. Oh. Helemaal uit Peru. Ja, dat is toch wel echt. Jingle bell. Kijk eens naar mijn nieuwe mooie kerstmuts. Wat doe jij hier? Leuk hier. Kijk, hier, probeer hem maar eens. Staat je enig hier, probeer maar eens. Maar waar kom jij dan vandaan?
Ik heb me verstopt. In mijn huis? Ja, jij breekt zomaar binnen in mijn huis? Ja. Wat denk je dat ik daarvan zelfs ben? Overnacht. Ja, Brian. Ik heb zelfs overnacht en gewacht op het juiste moment. Dus wat gooi je van mijn kerstmuts? Wacht even. Nou, is toch leuk, hè? Wacht even. Moment. Hier, probeer het maar. Wacht even. Eén moment. Je hebt hier overnacht. Ja, ik heb hier overnacht. Speciaal om jou te verrassen, Brian. Wat vond je ervan? Ik heb hier zelfs een tent opgezet, hè? Wist je dat? Ik heb een tent opgezet in de keuken. Ik ga besloten veranderen. Heb je dat niet gezien? Voordat ik het vergeet. Ja? Hoe lang is lof begint nu? Ja, dan ben je... Oh, kut. Het ja, begint shit. Nee, kijk, het begint... Shit. Ik was net de oude aflevering aan het kijken om je niet te loggen. Ik weet dat ik vergeten ben. Maar nu begint de nieuwe aflevering. Oh, weet snel. Je wat vergeten ben, Duncan? Ja? Wat ik vergeten, we moeten nog boodschappen doen. Oh, nee, hè. Maar dan kunnen we het programma... Dan we moeten we nu snel opnemen. Dan moeten we hem opnemen. Ja, dan druk jij... Ja, ik pak de auto. Ik druk even op opnemen. Ik kom eraan, hoor. Ik kom je achterna. Wensboom van Intra. En Intratuin gaat van 18 november tot en met 14 december wensen waren. Wil jij graag naar de Efteling en blijven slapen? Dan kan je dat in de boom hangen. Of vind je het leuk om naar je tante in Duitsland te gaan? Dat kan je ook in de boom hangen. En misschien wordt jouw wens wel uitgekozen als een wens die waar wordt gemaakt. Dus kom je naar de Intratuin in Vlissingen of in de rest van Nederland, kun je hier je wens in de boom hangen. Wil je meer informatie daarover, dan kun je zo'n folder pakken bij de Intratuin. Die achterin staat meer informatie over deze wensboom.